Nou, als het goed is, dat is ook maar de vraag natuurlijk, maar ik neem aan dat het zo is. Ik zit daar in de voorzitter, Maarten Jansen. En natuurlijk, maar in de zwarte. Ja, we hebben een speciale gast in de helikopter, hè? Want de taken zijn verdeeld door de Vlissingen, de heer Roep van Doorn. Jans is voorzitter van de rescue. Hij staat al op het strand en heeft een prachtige lijst bij hem. Wie zien we daar nog meer? Het is een medische helikopter. De helikopter zal zo dadelijk weer vertrekken en dan worden de heren opgehaald. Ja, daar zijn ze. Rob, en u kunt daar heel veel over vertellen. Wat zien we precies? Wat we precies zien is een spitsspecial. Gevlogen door Bert Huizenkraag van links over Holland uit Lelystad. Hij is ook de leraar voor heel veel demovliegers in Nederland. Die hebben een hele opleiding gehad. Vandaag was hij toch bereid om het zelf te doen. Wat je ziet is dus dat die boven die gele boeienlijn, groen-gele boeienlijn ziet. Dat is de veiligheidslijn die we in acht nemen vandaag om een voldoende afstand te hebben. En let op zijn beweging, hij heeft een behoorlijk power op zijn toestel zitten. Waarbij hij hem dus als een soort hamerslag die je net zag voorvliegt. En je moet zo denken, deze mensen die zijn in staat om nu te leren vliegen. Je mag al beginnen met 14 jaar met zweefvliegen, hoever we die bekend. Maar deze mensen leiden dus verder op en vaak zie je dat de... Ja, dan willen we graag continueren. Dat gaat maar de realiteit. Met onze activiteiten, dan kan er helemaal plaats zijn voor de voor de inzijden van de vliegen nog? Ja, dat kan ook niet gewoon. Dat kan ook niet. Aan de organisatie. Nou, het is dus voor jong en voor oud. Joost, ben je nog? Joost? Joost op de kies. Is jouw microfoon uitgevallen? De hele rechterkant is uit. Nou, we gaan even werken. Zometeen is het 12 uur officieel open. Heel veel plezier vandaag allemaal. Voor vragen kunt u altijd tegen bij ons of bij de signalen. Auto Poppen, Pinta Nieuwburg, Unisol BV, Duomar, Alt Techno Support, Detachering BV, Ebert Rental Services, JT E-Company Netherlands, Delta Safe Security, Studio Bento Bommelier, Nielson Communicatiekunstenaars. Ja, Wil. Ja, dames en heren, dit is het startsein. U hoort de toeter vanaf de pilots. U ziet hem liggen, de grote loodsboot die voor de boulevard ligt. Vandaar af zal er een vlot te water worden gelaten. Maar de man die naast mij staat is de man die u daar alles over kan vertellen. En dat is de heer Henk Groeneveld. De heer Henk Groeneveld van de Kees Groeneveld. Ook goed. Vinden we ook goed, Kees. Hartstikke goed. Kees Groeneveld van de KNRM. En hij kan u alles vertellen over de volgende demonstratie. Kees. Ja, dankjewel. Ja, de pilotboot van Klootswezen, dus de meerpak, die heeft dus technische problemen om de mensen te helpen. Het rode signaal, dat is een signaal dat kan je gedurende zo'n handstaken licht een 25 seconden aanlaten. En dan is die opgebrand, dan zou je dus weer een nieuw moeten nemen. Maar het is voldoende tijd om te zien waar het probleem zit. Een nieuw type aluminium boot, waaraan deze keer geen tube omheen zit, maar een fender. En dat geeft extra werkruimte. Daar komt de helikopter, dat is in dit geval. En de richtsman in de helikopter maakt zich bereid om het terrein te laten starten. Hier al onderuit handen. En de helikopter komt tot de vlak boven de klop. Het probleem voor het vlot is dat de helikopter zoveel wind produceert dat het vlot niet stil kan blijven drijven. Vandaar dat de duiker op de redder wat klaar staat om zo aan te pikken. Voor uitwisselen van bemanning op windmolens, of bij windmolens en voor de offshore-industrie. En hij doet zoals je ziet ook SAR-werk. SAR-werk staat dus voor Search and Rescue. En werkt dus mee aan de reddingsacties. En daar gaat het eerste slachtoffer naar boven. Het ziet als die in de hoogte vliegen. In de helikopter op de stoel gelegd, aan de zijkant vastgezet. Voor eigen veiligheid moet hij gehoorbescherming hebben, want het geluidsniveau in de helikopter en ook de ronde op het water is hoog. Binnenhalen. Dat de rat wordt gebracht. Ook maar laten we hebben dat we zien het op staan. Au! 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 Thijs! Twee! Twee! En nu! Dat is zeer hoor! Oh, heel langzaam hoor, ik heb de tijd. Hoe langzaam doen? Kijk meer, hè? Pistool is veilig gesteld. Controle is er. En dan de hond kan hem weer loslaten. Ik heb de tijd hoor. We maken ons op voor de volgende grote demonstratie aan het strand, aan de boulevard. Wij zijn natuurlijk ook op andere dingen te doen. Wil je nou eens weten hoe het is om met alcohol op de verkeer te rijden? Op dezelfde manier. Hij wordt weer aangevallen. De hoofdstadbaas kan het renten natuurlijk. Het is ook aan de boulevard. Responsible Young Drivers heet het. Er staat een auto en dan kun je dus in de simulatie ervaren hoe het is om met alcohol te rijden. En dat is een hartverkettend gevaar, maar wel goed te doen. Mocht je dan met een auto eens een keer even willen en willen weten hoe dat voelt, hoe je daar dan uit kan komen, dat is natuurlijk veel belangrijker. Je kan dan alleen verder van Nederland samen met dekopleidingen, trainingen, de vormen, simulatie. Dat is allemaal vandaag. Nou, op deze manier hebben we wat makkelijke controle. Net dat de boel op de buis is. Dus we kunnen nog eens even kijken of er nog scherpe voorwerpen zijn. Of andere vervelende dingen. En dan kunnen we mooi boeien. Alsof die andere boot daar heel dichtbij ligt, maar daar zit een behoorlijke slipperhuis tussen. Je ziet nog steeds dat hij ongeveer tussen de beide rode boeien heen en weer vaart. Vaarwel is vrij, geen geld doorverkeer op dit moment, hoort er allemaal bij. En gaat hem dus niet weer ophijsen. kwart op de vijf eruit. Want ja, 6 uur begint de uitzending en half 6 uur die presentator aan hebben. Heb jij een Ik heb wel niks.